dames. Goedemiddag allemaal. Ik doe het eerst makkelijk. Ik zeg welkom. Die was voor mij heel makkelijk. Daar komt ie hoor. Tarkilibond. Zeg ik het goed? Dat schijnt Arabisch te zijn voor welkom. Zei ik het goed? Ik zie nog niks van... Nee, oh, dat... Ja, dat schijnt Arabisch te zijn volgens mijn computer. Nee, dat is niet Arabisch. Vreemd soort Arabisch. Ga ik een andere taal proberen. Kijken. Arabisch iets makkelijker. Oh, ahlan. Ahlan? Ahlan. Nou. Oh. Nog één. Oh man. Fokatatas. Hongaars. Voor welkom. Nou, moeilijk hoor. Nog één. Jokoso. Jokari, zeg ik het goed? Ja, zei ik het goed? Kijk, geweldig. En als ik al zo sta te stuntelen op één woordje in vier talen, nou, petje af. Jullie zijn hele krachtige vrouwen. We zijn vandaag in Schoonhoven. In deze mooie school, de Willem de Zwijger. In Schoonhoven is 2 jaar nu een groep van Krimpenerwaard intercultureel. We zijn met 35 vrouwen uit meer dan 18 landen. Heel fijn. Maar ik heb gezien dat er ook uit andere plaatsen vrouwen zijn. We gaan eventjes elkaar een hand geven. Dat doen we in Nederland. Je draait even om, je zegt hallo, ik ben... Welkom, geef even een hand. Salam, salam, de Bahaal Idna. Kade hand met af, kade hand met af. Nee, is niet alles. Marielle en Helma, die moeten wel gebouwd. Ja. Deze dag zijn wij hier samen met Beauty and Brains. هذا الحفل اليوم حضرته الجمعية كريمبنرواد انتركلتوريل مع جمعية بيوتي اند برينز مشان هيك في ناس لابسين أزرق هاي البلوز ومشان هيك كمان في ناس لابسين الشال اللونه الزهر الغامق يلي كل واحدة فيهم طبعا هاي بيوتي اند برينز يعني انه عندها شغلة الخاص فيها مشان هيك انه عندهم هاي الجمعية قلت عينت أنا ستيلو أبزي زن سمياوي مالي أجيران دلوع كريم بر عند وار بحالا تنشال أب كسادن جيران دلوع خاني بيوتي برايد بحالا مالتي Nou, Internationale Vrouwendag in 1911 is dat voor het eerst gevierd. Toen was het nog heel hard nodig, want vrouwen hadden toen nog bijna geen rechten. We mochten niet stemmen, we mochten niet zwemmen, we mochten niet de regering kiezen. We hadden nog niet een eigen baan. Dus toen was er een vrouw in Duitsland en die zei, dat moet veranderen. Vrouwen moeten net zoveel rechten krijgen als mannen. De mensen die behalen naar de kansen waren, mijn baas zijn waren, zijn waren, stafal alleen naar de waren. Het is een mensen naar عيد المرأة العالمي طبعا معلومات يمكن أغلبنا بيعرفها تم الاحتفال فيه لأول مرة عام 1911 بهذاك الوقت تقريبا جميع السيدات وأعتقد الكل ما كانوا يعني بيقدروا ينتخبوا على سبيل المثال ما كان عندهم حقوق من أي نوع فسيدة ألمانية تقدمت وقالت أنه لا هذا الأمر لازم يتغير ومشان هيك نحن بنحتفل بمثل هذا اليوم من كل عام En waarom is het nou zo belangrijk dat wij hier vandaag dit gaan vieren. Ik heb het gevoel dat de mensen in de Europese Unie het gevoel hebben.
Now her meaning is in the Arabic landen hebben de mannen en de vrouwen andere niveaus in het cultuur, als je dat kan zeggen. Ik bedoel dat ze zijn niet gelijk. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk. Mannen zijn boven en vrouwen zijn beneden. En dit is niet leuk. En daarom dacht ze dat misschien, daarom moeten we met de Nederlandse vrouwen vandaag vieren. Nou, mooi. Applaus. Nou, ik had een hele speech, maar dat hoeft niet meer. Ik ben heel blij dat jullie met hier zoveel zijn. En we zijn hier om dit te vieren. En elke vrouw heeft een kracht. Elke vrouw is krachtig. Je hoeft namelijk niet heel hoog te zijn, of heel sterk, of heel slim. Elke vrouw heeft zijn eigen kracht. En die kunnen we hier vandaag ontdekken. Saal Ger, inshallah entum absoutin. Vanavond hebben we een feestje, Hafla, en dat wil ik graag met jullie vieren. Ik dank Helma en Krimpenerwaard Intercultureel namens Beauty and Brains voor de uitnodiging. Want vanavond is de ultieme verbinding. Met Beauty and Brains willen we graag verbinden. Inderdaad de kracht van vrouwen in het licht zetten. Iedereen is mooi, van binnen en van buiten. Beauty staat van binnen en van buiten.
Maar toen ik zo oud was als jou, toen schatte het mij ook altijd jonger. Of ouder juist. Ik ben blij dat jullie er zijn om te tolken. Heel kort, want ik denk dat iedereen honger heeft. Er staat inderdaad iets over de verdekte achter ons. Daar is heel hard aan gewerkt. Binnen 1 maand tijd. En dat gaan we zo dadelijk onthullen. نزق نصرح هذا ورحي وسيد الله ما راح نطول كتير لأنه أكيد جوعانين كلكم هلأ راح نفتحه للأسود راح تشوفوا كتير فيه شغل اشتغلت فيه الإنامة يوزي شهر مع الفراو مع الصبايا بقى بدنا نشوف شو هني Nou, ik ben nieuwsgierig, want ik weet niet, ik weet ongeveer wat erachter staat. Ik weet dat het idee is ontstaan eind januari. Echt eind januari hebben jullie het idee van de wereldvrouwen is toen ontstaan. Er is dus binnen een maand heel hard gewerkt. Een aantal van u... Weet er van alles van. En binnen een maand staat hier iets prachtigs achter ons. Betaamiet hand is al een tijdje om te gaan. Hadden we hem moeten was hij de lijn als een sarah. Een tijdje om te lopen de rissen betaamt hand in de hot wilt en hamalati. Hadden we hem moeten was hij de lijn. Betaamig is als hij de lijn malati. Hadden we hem was hij de lijn als we de heen als een lontij mohanogen. Behijon valt in hamalati. اشتغلت كتير مع الصبايا شهر اخذوا مع الشغل بس ما نشوف شو هني هلا daarom ga ik even José vragen want eigenlijk is José de drijvende kracht samen met Marielle achter dit prachtige project kan jij een klein tipje van de stuier oplichten wat we zo gaan doen Ja, we gaan de lakens weghalen, zeg maar. En er zijn als het goed is 12 vrouwen, wereldvrouwen uit de Krimpende Waard, staan op de foto, portretten. Ik hou van krachtige portretten, dus ze zijn soms heel close-up, krachtig neergezet. En ik hoop dat jullie ze mooi vinden. Ja. Bulut, we gaan naar Sarajen, Sarajen, de Loan, de Assertagelet, nee, dek aan de stio. Hayal Sarajen, Assertagelet, nee, Alam. Zelfs dat mannet. هن صور جريئة كتير من 12 مختلف دول ما نشوفهم هلا بدها تفتح الستار الأسود ومنشوفهم Maar dit gaan wij niet met z'n tweeën doen, maar ik wil een ieder uitnodigen die wij zo dadelijk gaan onthullen. Rada, Sira. Kijk, Rada, Sira, we hebben Yumi. Alem, Dego, Ratna, Yukira, Lorraine en Joke. Zijn we er klaar voor? Dan gaan wij gaan met z'n allen de doeken eraf halen. Goed?